ABN AMRO wil graag de bank zijn voor de mediasector. Daarvoor doen wij geregeld onderzoek. Dit jaar kwamen wij op het thema de synergieën tussen de Belgische en de Nederlandse mediasector. Getriggerd door de acquisitie van PCM door de persgroep. Daarvoor hebben wij toenadering gezocht tot Cobalt, mediabureau. Daarvan vernamen wij dat zij plannen hadden om ook in België een vestiging te openen. Nou, daar leek een heel mooi raakvlak te ontstaan. Dus inderdaad, wij zijn pas opgestart in België. Dus voor ons was het een echte grote opportuniteit om die samenwerking met ABN AMRO in het onderzoeksproject te kunnen plaatsen. Dus heel interessant voor ons om onze expertise van de Belgische markt te kunnen delen met ABN AMRO, de Nederlandse markt. Wij hebben 15 ondernemers geïnterviewd, belangrijkste spelers in zowel de Belgische als in de Nederlandse mediasector. En zij hebben ons hele goede inzichten gegeven in welke verschillen er uiteraard tussen beide markten zijn, maar ook zeker welke synergieën en kansen voor bedrijven er volgens ons zijn. Je moet je vooral niet als een Hollander met een dikke nek opstellen. Nou, er wordt wat meer en beter geluncht, dus daar kunnen wij nog zeker wat van leren. De Belgische markt is het van heel groot belang dat je dus je relatienetwerk hebt. Dat je dus heel veel vertrouwen hebt van partners en klanten. Ik kan ook eigenlijk geen succesvolle overname zo bedenken van een Nederlands bedrijf in België. Er zijn wel talloze Amazon, PCM daar is ook een goed voorbeeld van, ook recent. Als ik zo kijk wat Van Tillo doet, dan vind ik dat heel knap. De manier waarop hij gepassioneerd te werk gaat. De manier waarop hij conventies in de uitgeverij doorbreekt. Ik heb verschrikkelijk bewondering voor wat hij doet. Ten eerste in België toch een aantal zieltogende kranten serieus weer in de lift geholpen. En dat trucje is hij in Nederland aan het herhalen. Ik denk dat hij een zeer inspirerende en scherpe, slimme man is. Ik denk dus dat Nederland er wat van kan leren. Om nu naar het buitenland te gaan, moet je wel risico's durven nemen. En de enige vraag die ik van Vlamingen moet beantwoorden sinds een jaar is: klopt het dat jullie op jullie gezicht zijn aan het gaan in Nederland? Dat is de enige vraag die Vlamingen mij stellen. En dan is het bijna vanuit een hoop en verwachting dat ik ga antwoorden: ja, wij gaan op ons gezicht en het is gruwelijk. En zie je wel, je hebt nooit Vlaanderen moeten verlaten. We hebben een aantal interviews gehouden met belangrijke mediaondernemers in zowel België als in Nederland. Uiteraard met Christian Van Tillo van de persgroep. En zij hebben ons input gegeven voor het rapport en een aantal belangrijke conclusies hebben daaruit kunnen trekken. Wat viel jou als Belg nou het meeste op, Erik? Ja, er zijn een aantal stereotype verschillen naar voren gekomen, maar er zijn toch ook wel heel wat grote verrassingen.